maker van hemel en aarde, we willen u om een zegen vragen. Heer, dat ook tijdens deze Q&A u mag gaan spreken. Dat we ook antwoord mogen hebben van u. Tot opbouw van de gemeente, tot de opbouw van onszelf. Om u zo ook beter te leren kennen. Amen. Goed. Laten wij beginnen. Hartelijk welkom, broeder Kees. We geven jullie allemaal vandaag de gelegenheid om live vragen te stellen. Dat kan door naar die microfoon te lopen. Zeg even je naam en dan je vraag. Maar we zullen eerst beginnen met een aantal vragen die wij hebben ontvangen. Goed, ik zal beginnen met de eerste. De eerste vraag. In Lucas 24, vers 16, lezen we dat de ogen van de discipelen gesloten werden, zodat ze de opgestane Heer Jezus, die met hun samen was, niet herkenden. Wat wordt er precies bedoeld met hun ogen werden gesloten, zodat zij hem niet herkenden? Had de Heer misschien een ander uiterlijk aangenomen? Hoe kunnen we dit begrijpen? Ja, je moet zien dat de Heer Jezus verscheen natuurlijk met een verheerlijk lichaam. En aan de ene kant, er zit iets dubbels in die geschiedenis. Aan de ene kant konden mensen hem herkennen. Aan de andere kant ook weer niet. Het was natuurlijk ook zo'n bijzondere gebeurtenis dat hij uit de dood opstond en weer aan hen verscheen. Dat ze daar gewoon heel erg veel moeite mee hadden. Er staat hier in Lucas 24 dat je zou kunnen zeggen dat de Heer Jezus er bewust eventjes zijn herkenning even inhield. Om namelijk eerst de gelegenheid te hebben om eigenlijk het geloof van die broeders op te bouwen vanuit de schrift. En daarna maakte hij zich pas bekend bij het breken van het brood. En ik denk dat dat een functie had om die broeders echt in dat opzicht tot geloof te brengen. He, dus door niet alleen te vertrouwen op het zien, maar dat ze ook vooral eerst de schrift zouden gaan. Dus de Heer Jezus wilde eigenlijk dat ze eerst zich concentreerden op de schrift. En dan vervolgens maakte hij zich bekend en liet hij zien wie hij was. Dank u wel. Broeder Jurgen, heb jij vragen? Ja? Nu? Voordat we naar de live vragen. Nou, broeder Kees, vandaag is het 31 maart. En over het algemeen is het vandaag de eerste paasdag. Nu lijkt het erop alsof dat niet in de Bijbel beschreven staat als feestdag. Hoe zouden wij dat als christenen moeten zien? In ieder geval is het natuurlijk, je kunt zeggen, is het iedere week Pasen. Want de kerk, dat kun je al aanwijzingen voor vinden in het Nieuwe Testament, die noemde eigenlijk de eerste dag van de week de dag van de Here. Johannes die schrijft op een gegeven moment dat hij dit visioen kreeg in wat wij kennen als openbaring op de dag des Heren. Dat was de dag van de Heer en die vierde ze iedere week. Dus in zekere zin ging de eerste christengemeente vierde iedere week het paasfeest. Op iedere zondag, iedere eerste dag van de week. Maar goed, wij doen het ook, op een gegeven moment is het gebruikelijk geworden om dat ook op een hele speciale manier één keer per jaar te doen. Nou, daar heeft op een gegeven moment de kerk een bepaalde kalender voor bedacht en een bepaalde datum. En ja, ik denk dat dat eigenlijk nergens zo letterlijk in de schrift beschreven staat dat je dat op die manier één keer per jaar moet doen. Laat staan dat je dat op 31 maart 2024 moet doen of wat de datum ook volgend jaar maar mogen wezen. Ik denk dat dat eigenlijk helemaal niet belangrijk is. Het belangrijkste is eigenlijk altijd dat het feit werkelijk heeft plaatsgevonden. Jezus is opgestaan. En daar denken we eigenlijk iedere zondag aan. En dat is een goede gewoonte. Maar het is ook een hele goede gewoonte om het één keer per jaar heel speciaal te doen. Daar is helemaal niets op tegen.
Maar als we maar niet vergeten dat het belangrijkste is dat het feit als zodanig heeft plaatsgevonden. Dat is het allerbelangrijkste voor ons geloof. Misschien om wat daaraan toe te voegen. Ik vermoed dat sommige mensen denken, Gees, dat heidense feestdagen, zeg maar, vervangen werden. Of dat elementen misschien binnen zijn gedrongen. Ik denk gelijk aan de paasei of kerstboomachtige zaken. Misschien een vervolgvraag. Hè. Hoe gaan we daarmee om? Ja, klopt. Dat klopt inderdaad, broeder Sam, dat inderdaad in de loop van de geschiedenis, in de eeuwen ook, met name dat West-Europa ook gekerstend werd, zoals we dat noemen, dus eigenlijk langzamerhand het christelijk geloof ingang vond, heeft men, om, laten we zeggen, de stap ook wat makkelijker te maken, hebben de toenmalige kerkleiders en evangelisten hebben ook bedacht dat het goed is om voor de christelijke feesten wat aansluiting te zoeken bij waar de heidenen, de toenmalige bewoners van West-Europa, al aan gewend waren. Dus vandaar dat ook kerst op een gegeven moment eind december is terechtgekomen, want het was het feest van dat de zon eigenlijk weer of de tijd omdraaide en dat de dagen weer begonnen langer te worden. Dus toen dachten ze, nou, het is een goed idee om dan kerst te vieren. Maar goed, dat is op zich natuurlijk een gedachte die je niet in de Bijbel vindt. Nogmaals, het geldt ook weer. Het is goed om kerst te vieren, om de geboorte van de Heer Jezus te gedenken. Maar welke datum we dat doen, is niet zo belangrijk. En er zijn ook kerken die zeggen, we doen dat helemaal niet. We doen dat op wanneer het ons uitkomt. En we laten die feesten voor wat het is. Dat kan ook. Ik zelf vind het niet een heel belangrijk punt. Het is prima zoals wij het doen. Maar maak er niet een groot punt van. En het belangrijkste geldt weer opnieuw dat deze feiten werkelijk gebeurd zijn. Hè, en in dat opzicht moeten we ons daarop blijven concentreren. Ja, dank u wel. Persoonlijk vind ik de visie van Charles Spurgeon heel erg mooi aangaande kerst. Aan de ene kant gaat daar niet helemaal in mee. Hij heeft wat kritiek op. Aan de andere kant, voor missiologische redenen, het evangelie kan verkondigd worden, maakt hij er wel gebruik van. En ik denk ook, het is maar de vraag in hoeverre het zondig is vanuit een missionaire context, historisch gezien in Europa, om bestaande feestdagen en activiteiten, om die te vervangen. Ik denk dat er enerzijds risico is dat je vermenging krijgt. Dat is een vorm van syncretisme misschien in extreme vorm. Maar aan de andere kant, Christus is Heer boven alle dagen. En als je dat zo kan invullen, ik heb tot nu toe niet echt Bijbelse gronden gezien om dat als zonde te beschouwen. Tegelijkertijd denk ik ook dat de geschiedenis wel vaak ook helaas uitwijst dat er toch een vorm van vermenging kan komen, waardoor de boodschap uiteindelijk weer verwaterd kan worden. Ik denk dat daar wel een soort van een spanningsveld in zit. Nu heb ik een vraag. Ik heb een artikel gelezen in het RD. Reformatorische Dagblad. Voor degene die de afkorting RD misschien niet weten. Over een casus tussen een getrouwde man en een getrouwde vrouw. Waarvan de vrouw overspel had gespleegd. En lang verhaal kort te maken, er is verzoening heeft plaatsgevonden. Maar ik heb trouwens gereageerd op dat artikel online. Maar het viel mij op dat dit soort verhalen, het lijkt wel of het vaker nu aan het daglicht komt. Ik heb het artikel gelezen op het RD. En een van de dingen die mij opviel was dat deze vrouw, voor de buitenwereld, met haar man een geweldige relatie had, niks aan de hand. Maar ze had contact gezocht via social media met een man. Ze hadden wat overeen, iets overeen, op emotioneel vlak blijkbaar. En
Ze maakten een afspraak zonder bijbedoelingen. En dat mondde uit tot een emotionele relatie, wat uiteindelijk uitmondt tot een immorele relatie voor 3 jaar. En die man, ik had echt enorm bewondering voor die man. Die zag verzoening, herstel en die ging er echt voor. Maar mijn concrete vraag is, gezien dit blijkbaar vaker gebeurt in deze tijd, door middel van social media en door afspraken te maken met het andere geslacht, in een setting van anonimiteit, moeten we als gemeente of als kerk of als mensen die gaan trouwen daar niet extra waakzaam voor zijn in deze tijdperk? En misschien ook aan u de vraag, met uw ervaring, ziet u dit ook vaker gebeuren? De scheidingspercentages en dergelijke zaken, zeg maar. En misschien nog even goed om toe te voegen, is dat het mij ook opviel, is dat als relaties werden verbroken, dan had het hele aparte redenen, laat ik zo zeggen. Te maken met emoties of emotioneel niet voldaan gevoeld, voelen, dat soort zaken. Kan dat ook te maken met de tijdsgeest van vandaag? Ik las een artikel ook op Bijbels Beraad over get married of zoiets. En dat er een gedachtegoed is tegenwoordig, dat als jij wil gaan trouwen, dat je dan een soulmate moet hebben. Een soulmate, een maatje die jij 100% vertrouwt, die emotioneel met jou helemaal verbonden is. Maar zodra die gevoel of dat die klik weg is, eindigt de relatie. Maar dat zijn even zomaar wat gedachten. Misschien kunt u daar wat over delen. Ja, dit is natuurlijk een heel uitvoerig onderwerp en ook buitengewoon belangrijk. Wat dat betreft zou het goed zijn om in de gemeente ook hier grondig onderwijs over te geven, over de Bijbelse visie op het huwelijk. Tegenwoordig is dat een topprioriteit voor de gemeente. En juist het Bijbelse onderwijs over het huwelijk, wat ook een afschaduwing is van de relatie tussen Christus en de gemeente, dat is van wezenlijk belang. Dus dat is een topprioriteit in deze tijd. Ook gezien het feit dat er dus zoveel gebeurt en zoveel ook vreemde ideeën soms ook op dit gebied de christelijke kerk binnenkomen. Of die dingen tegenwoordig vaker gebeuren dan vroeger, weet ik niet. Ik ben geen sociologisch onderzoeker. Dat weet ik niet. Ik denk wel dat je kunt zeggen dat door de media, internet, computergebruik, zijn natuurlijk de mogelijkheden om op een wat verborgen manier dingen te doen die niet kloppen, die zijn eigenlijk alleen maar toegenomen. Wat de Heer Jezus zegt, indien iemand een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft hij al overspel met haar gedaan. Nou, die mogelijkheid om een vrouw aan te zien en te begeren, het omgekeerde kan trouwens natuurlijk ook, laten we dat even niet vergeten. Maar die zijn door middel van de computer en internet natuurlijk alleen maar toegenomen. Dat is duidelijk. Maar ja, goed, wat is de remedie daartegen? Dat is het christelijk onderwijs, het Bijbels onderwijs over het huwelijk. En ik denk dat dat van wezenlijk belang is. En het is mooi inderdaad als er een probleem ontstaat in een huwelijk, dat er weer verzoening ontstaat. En ik hoop vooral ook bekering. Dat mensen ook inderdaad zich afkeren van wat fout was. Dat is heel mooi als dat gebeurt. Daar mag ook het pastoraat in de gemeente op gericht zijn. Dat is dus ook een gigantisch belangrijke taak. Maar het huwelijk is zo'n geweldige instelling van God. Als je erover na gaat denken. Dat is ook echt de eenheid. En op allerlei gebieden. Geestelijk, mentaal, emotioneel, lichamelijk, tussen één man en één vrouw. En ja, daar past niemand anders in. Dus ongeacht wat voor relaties je verder nog mag hebben, natuurlijk heb je relaties met andere mensen, met je familie of vrienden, en dat is allemaal prima. Maar die mogen nooit een bedreiging vormen voor het huwelijk. In dat opzicht is het huwelijk echt uniek en een huwelijk door God gezegend, een christelijk huwelijk, dat is niet te vergelijken met welke andere relatie dan ook.
En het onderwijs daarover is naar mijn idee de beste remedie tegen allerlei afwijkingen. Jurg, wil je daar iets over zeggen? Toevoegen? Ja, ik denk dat het meestal is gezegd hierover. Alhoewel het ook zo is hè, in het Reformatorisch Dagblad, is dat die vrouw uiteindelijk zwanger werd van die ene man. En uiteindelijk zijn ze nu in een fase waarin er herstel plaatsvindt. Ik denk broeder Erik Jan Verbrugge, die speelt daar ook een rol in. En die zit ook in het Bijbels beraad. Maar als het puur gaat over vriendschap, denk ik wel dat we ook wel moeten zeggen dat we in de Bijbel niet iets vinden als een vriendschap tussen een man en een vrouw. Ik heb dat in ieder geval nog niet kunnen lezen of nog niet kunnen zien. Ik denk dat het heel gezond is dat twee mannen vrienden zijn en twee vrouwen vrienden zijn. Maar op het moment dat je een vriendschap tussen een man en een vrouw zal hebben en die twee gaan ook samen gezellig dingen doen en uiteindelijk ook bij elkaar over de vloer geven, dan dan begeef je je wel op glad ijs. Wij zouden dat denk ik, het is geen wet, maar ik denk niet dat we dat als gemeente moeten adviseren. Ik denk dat we daar ook altijd waakzaam voor moeten zijn, omdat we uit deze zogenaamde vriendschappen uiteindelijk toch heel vaak blijkt dat ze uiteindelijk in een pastoraal traject terechtkomen, omdat er dingen zijn misgegaan. En daar, dat zou ik dan nog wel willen aanvullen. Ja, nog een hele kleine aanvulling. Dat betekent ook dat in de kerk, dat wordt wel eens vergeten ook, dat in pastorale situaties tussen voorgangers en omgang met ook de vrouwelijke gemeenteleden, dat altijd de wijsheid is om als voorganger nooit alleen contact met een vrouw alleen te hebben, ook niet in pastoraal opzicht. Dat is gewoon domweg iets wat je niet moet doen. Amen, daarop. wat praktische advies zou ik zeggen, omtrent dit soort casussen. Dat heb ik trouwens ook van een godvrezende vrouw gehoord, is als je niet getrouwd bent, je bent single, dan is het aangaan bijvoorbeeld van contact met als uitgangspunt het huwelijk niet iets wat zondig is. Want je moet ergens een contactmoment hebben, maar je moet dat ook goed afkaderen, omdat je niet in de verleiding komt, zeg maar. Ik denk dat elke christen daar wel bewust van is. Dat gezegd hebbende, als je dan eenmaal getrouwd bent, nogmaals advies dat ik een keer heb gehoord van een godsbewuste vrouw, is praktisch om bijvoorbeeld je social media accounts, die je normaal op je eigen naam hebt, met misschien 500 vrienden, en x aantal mannelijke vrienden, om dan bijvoorbeeld één account te maken. Één Facebook account in het kader van openheid en transparantie. Niet in het kader van wantrouwen, maar kader van openheid en transparantie. Wetende dat dit op een of andere manier zo helaas veel te vaak gebeurt. Want je kan niet de toekomst weten van het huwelijk. Er kan maar een moment komen van een dal. Of je zit ergens mee. Oh ja, maar ik heb nog een paar vrienden in mijn Facebook-account waar ik mijn hart even kan luchten. En daar begint het vaak, denk ik, mee. En dat zag ik ook in het artikel van RD, waar ik ook op gereageerd had. Van daar begint het. En dan is het gewoon een hellend vlak. En ik denk dat het ook ontzettend moeilijk is voor zo'n man. Omdat een man die kan misschien overspel plegen voor genot. Maar als een vrouw overspel pleegt wegens emotionele reden, dan moet je de twee aspecten moet je eigenlijk weghalen. Dat is gewoon ontzettend lastig. Dus ik vond die praktische tips vond ik heel erg goed. Niet op een wettische manier, maar ook gewoon realistisch kijken naar de dag van vandaag. Of activiteiten om samen te doen. Als je, weet ik veel, gaat sporten, om dan samen te gaan sporten. Ik weet van een echtpaar dat ze een app hebben. Nogmaals, is niet wettisch. En die app die traceert gewoon waar ze zijn. En dat hebben ze met elkaar afgesproken. Nogmaals, niet wettisch, maar gewoon om elkaar zeg maar, te beschermen.
ik denk dat dat ook een stukje gebrokenheid laat zien. En niet een stukje, ja, ik zou bijna zeggen hoogmoed. Oh, dat gebeurt mij niet. Of zie toe dat u niet valt. Maar dat het gewoon gezonde maatregelen zijn. Ja, om zeg maar dat te voorkomen. En nou goed, dat zijn wat adviezen die ik heb meegekregen. Ja, ik wil er nog wel iets over zeggen. Dat zijn inderdaad natuurlijk verstandige dingen. Hè, die als raad gegeven worden. Toch moet je zien dat er nog een diepere laag zit. Want je kunt natuurlijk met elkaar in een huwelijk of in zo'n relatie kun je natuurlijk met elkaar allerlei afspraken maken. Over je social media gebruik en over dit en over dat en over wat je wel en niet samen doet. En als je dat allemaal uiteindelijk allemaal in regeltjes gaat vatten, dan vraag ik me af, waar is het vertrouwen tussen man en vrouw? Waar is de liefdesrelatie tussen man en vrouw? Waar is het samen voor het aangezicht van Christus komen in gebed tussen man en vrouw? En is dat niet uiteindelijk de allerbeste remedie? Want de menselijke zonde en de menselijke natuur die kwaad wil, die is zo creatief, dat al maak je 100 regels over allerlei gebruik van sociale media, mensen vinden er altijd wel een weg omheen. Uiteindelijk komt het aan op diepgaand geloofsvertrouwen, ook in elkaar en in de relatie met Christus. Dat is uiteindelijk de diepste remedie tegen al deze dingen. En vandaar dat daar ook, dat ik zeg van ja, daar is het onderwijs ook heel erg voor van belang. En natuurlijk betekent dat ook dat onderwijs over het huwelijk en huwelijkspastoraat is van blijvend belang. Wat dat betreft is er een voorganger geweest, die heeft dus gezegd, je moet eigenlijk ieder jaar moet je er wel een keer uitvoerig bij stilstaan in de gemeente. Als het ware als een soort APK-systeem. Van je moet je huwelijk wat dat betreft ook onderhouden. Ja, helemaal eens met de diepgaandere oorzaken. Ik had ook nog eraan gekoppeld aan deze casus, dat heel veel huwelijken die ingezegend worden door hetzij evangelische pastors of dominees uit de gereformeerde gezindten, dat men toch vaak gemeenschap voor het huwelijk hebben gehad. En 80% of 90% volgens dominee Simon Laagdijk in de evangelische wereld. En 80 of in ieder geval boven de 50% in de gereformeerde. Oh, 13% gaat echt maagdelijk het huwelijk in. 13. Ik heb niet de bronnen bij me, zeg maar gewoon puur vanuit de praktijk gezien. Als de percentage zo hoog is, zeg maar, hè. En het gebeurt op landelijk niveau. En ik koppel dit aan de casus met die vrouwen. Kan het zo zijn, Kees, dat we soms de illusie hebben dat wij het geestelijk in orde hebben, maar dat we het praktisch gewoon zodanig verzaken dat, ja, dus kijk, in de bedrijfswereld zeggen ze, meten is weten en cijfers zijn feiten. Maar als we gewoon puur, als we dat gewoon bekijken vanuit een helikopterview, ik heb het vermoeden, Kees, dat er iets fundamenteels fout gaat. Ik heb het vermoeden dat heel veel van die gezinnen of van die jongeren wel degelijk onderwijs hebben gehad. Ik ben 100% met u eens als het gaat om de dieper liggende zaken. Maar soms zijn er mensen die hebben meer bijbelkennis dan ik. En toch gebeurt het. Hoe kijkt u daarna, zeg maar? Dat al hebben ze onderwijs gekregen, dat dan toch die 80% dat doet, zeg maar. En daarbij is het zo dat omdat het zo frequent gebeurt en die huwelijken worden ingezegend, dat het bijna een dekmantel gaat worden om een bepaald narratief te vertegenwoordigen of te verkondigen van, kijk, wij waren gebroken in onze zonde, we hebben vergeving gevraagd, er is herstel in Christus en we worden toch ingezegend. Ik heb bijna het vermoeden dat er een keerpunt moet komen van, nee, we gaan het niet inzegenen. Als 80% dit doet, een bepaalde laksheid lijkt het wel. Maar goed, ik durf daar niet harde uitspraken over te maken, maar het lijkt wel
dat we een cultuur hebben waardoor het niet meer een grote zonde lijkt te zijn. En dat de stigma, zeg maar, verloren is. Als ik het Oude Testament bijvoorbeeld lees, dan zie je dat in bepaalde casussen het niet maagd zijn voor het huwelijk, als daar onvoldoende bewijs voor is, dan zie je dat er op dat er een hevige straf op zit, het stenigen, zeg maar. Nou, nu wordt er niet gestenigd. En nu zijn er geen wetten die zeggen van nou, als je overspel gepleegd hebt, er zijn 3 getuigen, dan moet je word je ter dood veroordeeld. Dus het lijkt wel, als die stigma weg is, of de wetten zijn weg van het land. De wetten zijn natuurlijk voor de zondaars. Hè? We zitten ook in Spanje. De katholieke kerk had daar heel veel invloed. Maar toen haalden ze die wet weg van het niet scheiden onderling. En dan ineens steeg het exponentieel. Je ziet overal de gevolgen. Maar misschien heeft het daar iets aan toe te voegen. Die hoge percentage van nu. Ik denk dat er 2 dingen aan de hand zijn. Ik ben het helemaal met je eens dat dit zorgwekkend is natuurlijk. Er zijn 2 dingen aan de hand. Denk ik, allereerst leven we natuurlijk in een maatschappij waarin seksualiteit zo ontzettend dominant geworden is. Hè. Men zegt wel eens, de maatschappij is helemaal verseksualiseerd. Hè. Alles draait om seks eigenlijk. Het is echt vergeleken met vroeger is dat heel anders geworden. Hè, dit is natuurlijk ook, plus dat we, en daar worden we iedere dag mee gebombardeerd. Hè, ook als christelijke gemeente. Alle uitingen die we daarover horen en zien, en daar kun je ook niet aan onttrekken, daar worden we mee gebombardeerd. He, dat is het ene. En dat maakt natuurlijk dat, hoe dan ook, die drempel natuurlijk lager wordt. Het andere is denk ik dat we uiteindelijk de boodschap van de Bijbel, he, want waarom vallen christenen dan hierin? Omdat we uiteindelijk toch de boodschap van de Bijbel toch niet voldoende serieus laten wegen en het gewicht daarvan en het gezag daarvan toch gewoon eigenlijk ook ondermijnd is. Ook door allerlei andere ontwikkelingen, maar dat gebeurt ook in de christelijke wereld. He, ook al door natuurlijk ook allerlei verdeeldheid op dit gebied. Dus al dat soort dingen maken eigenlijk dat ook onder ons het gezag van de schrift uiteindelijk niet voldoende gehonoreerd wordt. Ja, en dat maakt dat dit soort dingen gebeuren. Dat is, helaas is dat de situatie waarin we leven. He, dus dat maakt echt ook de uitdaging voor christenen alleen maar veel en veel groter. Daar is dan, hoe belangrijk is het dan ook om het zicht op Christus en op de Bijbel en op Gods woord vast te houden? Ja, als ik nog mag aanvullen, denk ik dat het toch ergens wel aan de opvoeding ligt. Als het om 80% gaat, hè, ik heb ergens een keer een artikel gelezen, 13% van de christelijke huwelijken, daar heeft al seksualiteit plaatsgevonden. 13%, ja. Dus dat is heel erg. Ik denk dat het vooral voor bij de opvoeding misgaat. Vooral als het gaat om de christelijke cultuur, waarbij we een zogenaamde vrijheid hebben in Christus. Waarbij we toch altijd naar Christus kunnen gaan en vergeving kunnen vragen. Dat speelt een grote rol, ik denk zeker bij evangelische christenen. Ik denk dat ouders en vooral de vaders in het gezin veel meer voorlichting moeten geven. Veel meer het voorbeeld moeten geven van hoe een man zich zou moeten gedragen in het gezin, zodat de kinderen ook mannen gaan kiezen die op hun vader lijken. Kijk, het feit dat vrouwen mannen kiezen die misschien gelijk met ze naar bed willen, is eigenlijk ook heel vaak omdat de vader het verkeerde voorbeeld geeft. Dus ik denk dat we ons als vaders en misschien ook wel als ouders enorm moeten gaan verootmoedigen over de situatie van christelijk Nederland. En dan vooral als het gaat om de jongeren. Maar de andere kant is natuurlijk, als het gaat om de wetten, dat als iemand bijvoorbeeld van tevoren met iemand is naar bed gegaan en die persoon is gestenigd, moet die persoon gestenigd worden, en dat we hier eigenlijk geen wetten meer voor hebben,
dan is eigenlijk, dan zouden we eigenlijk terug moeten gaan naar het evangelie. En moeten beseffen dat Christus daar wel voor gestraft is. En op het moment dat we echt goed gaan beseffen wat dat voor Christus, wat Christus heeft moeten meemaken om zelfs voor een seksuele daad gestraft te worden voor het huwelijk. Als we dat echt goed gaan begrijpen, dan durven we niet eens eraan te denken om voor het huwelijk met elkaar naar bed te gaan. Dus het evangelie op zich moet zo scherp worden gebracht voor de jongeren, dat ze uiteindelijk een vreze des Heren mogen krijgen, waarbij ze daar niet eens aan denken. Dus 1, een goed voorbeeld voor de ouders. En 2, een scherp zicht op het evangelie. Amen. Laten we overgaan naar de live vragen. En vooral als u vragen heeft over de eindtijd, de aanleiding van de Bijbelstudie van woensdag, maak er nu gebruik van. Dus als je een vraag hebt, loop naar de microfoon, noem even je naam en kort en krachtig je vraag. En ik wil even nadrukkelijk zeggen, stel alsjeblieft vragen, opmerkingen en toevoegingen en dergelijke zaken, dat kunnen we na de Q&A doen. Dus als u een vraag heeft, kom naar voren en stel de vraag aan broeder Kees. Ik zie wat mensen denken en aarzelen. Voelt u zich vrij? Schroom niet om vragen te stellen. Goedendag, mijn naam is Nathan. Ik heb niet zozeer een vraag over de eindtijd, maar wel over de preek van vandaag en over Pasen. Ik heb gisteren een Filipijnse broeder gesproken die kwam met de vraag en de opmerking: als wij op Goede Vrijdag herdenken dat Jezus Christus gestorven is en dat hij dan vervolgens de eerste dag van de week is opgestaan, zondag, dan hoe moeten we dat dan zien met hij is opgestaan na 3 dagen? En wat heeft dit te maken met, heeft dit toevallig iets te maken dat wij een eerste en een tweede paasdag hebben? Of wat houdt dit in? En zou de Goede Vrijdag dan misschien verkeerd gecalculeerd zijn of berekenen we het verkeerd? Dat is de vraag. Ja, hier is onder geleerden heel veel discussie over. Allereerst, het feit dat wij een tweede paasdag hebben, dat heeft hier eigenlijk volgens mij niet zoveel mee te maken. Dat is meer dat we ooit bedacht hebben dat het leuk is om daar 2 dagen aan te besteden. Maar de belangrijkere vraag is misschien van hoe zit het precies met wat onze broeder al vroeg. De meest voor de hand liggende verklaring is eigenlijk dat de Heer Jezus op de 3e dag is opgestaan. Dus dat betekent eigenlijk dan de dag dat Jezus is gekruisigd is de 1e dag. Vervolgens is hij een hele nacht, een dag en nog een nacht in het graf geweest. En op de 3e dag is hij opgestaan. Dus dat is waarom we dan heb je Goede Vrijdag, zeg maar, als dag van de kruisiging. De zaterdag en dan de zondag zou dan de dag van de opstanding zijn. Dat is de meest waarschijnlijke verklaring. Er zijn ook echt mensen die hebben heel diepgaand uitgezocht ook hoe zit het nou precies met de Joodse feestdagen en de verschillende getuigenissen in de evangeliën. Er zijn ook opvattingen dat de Goede Vrijdag eigenlijk de donderdag was. Dat zou ook kunnen, dat is niet helemaal uitgesloten. Er zijn daar wat verschillende opvattingen over en de geleerden zijn het daar ook nog niet helemaal over eens. Dat blijft een beetje een discussie die door blijft gaan. Ik ben er ook eerlijk gezegd niet vertrouwd met alle details daarover. Maar ik geloof eigenlijk dat in feite het getuigenis van de Bijbel wel juist is. Het was op de 3e dag. Dat is ook de dag die wij vieren als de dag des Heren. Dat is het belangrijkste punt, hè, dat we weten dat deze dingen gebeurd zijn en dat het ook inderdaad na de schriften is, dat het ook gebeurd is zoals God het had voorzegd. En daar moeten we vanuit gaan, ook al kunnen wij misschien niet alle details meer helemaal traceren en onze menselijke nieuwsgierigheid helemaal bevredigen.
Dank u wel. Volgende vraag. Iets dichter bij de microfoon. Okay. Ik vroeg me af op welke manier de Heer Jezus Christus is de koning der Joden. Zo is hij aangekondigd en zo is hij ook gestorven. Zo luidt het opschrift boven het kruis. Op welke manier was hij de koning der Joden en wellicht is en zal hij de koning der Joden zijn? Ja, je ziet inderdaad dat de Heer Jezus was natuurlijk als Joodse man geboren en opgegroeid. Hij was natuurlijk werd gezien natuurlijk als een Joodse rabbi. En Pilatus liet dus boven het kruis spijkeren dat Jezus de koning der Joden. En zo werd hij natuurlijk ook gepresenteerd. Zo is hij natuurlijk ook Jeruzalem binnengekomen. Inderdaad. Volgens de mensen, die dachten dat hij koning zou worden, en maar op een menselijke manier. In de zin dat hij de macht zou grijpen, dat hij de Romeinen het land uit zou gooien en al dat soort dingen. Zo keken de mensen er tegenaan. Wat wij natuurlijk weten, als we de Bijbel uitvoeriger gaan lezen, dat inderdaad natuurlijk Jezus dat koningschap op zich heeft genomen. Hij is de beloofde koning in de lijn van David, zo is hij door de profeten ook afgeschilderd. Denk maar aan Jesaja 9. Hij zal dat koningschap, heeft hij aanvaard. Zo werd het ook tegen Maria gezegd toen bij de aankondiging door de engel van de geboorte van Jezus. Hij is inderdaad koning. Zijn koningschap strekt zich echter veel verder uit. Dan natuurlijk alleen koning van etnisch Israël, of van de etnische Joden. Zijn koningschap is een koningschap wat niet van deze wereld is, maar wat wel de hele wereld omvat. Zo is dat ook vervuld. Zo kun je dat ook zien als je nagaat ook hoe in Jesaja 52 en 53 hij aangekondigd wordt in zijn lijden en sterven, maar ook in zijn overwinning. Wat ook weer wijst op het koningschap. Kijk, het zou een wat langer verhaal vereisen. Daar kan ik wel eens een keer een langere preek over houden. Heb ik gisteravond of vrijdagavond gedaan. Dan kun je laten zien natuurlijk dat Jezus met zijn lijden en sterven aan het kruis dat koningschap eigenlijk gevestigd heeft. Zijn koninkrijk gevestigd heeft. En hij is, dat kun je op allerlei manieren laten zien. En hij is ook dan koning. Ook van mensen, van alle die in hem geloven. Dus niet alleen van etnisch Israël, maar van alle gelovigen. Hij heeft een koninkrijk wat over heel deze wereld gaat. Waar de leden, de burgers van dat koninkrijk, dat zijn de burgers van het koninkrijk van de hemel, zoals Paulus dat zegt, daar zijn wij lid van. En dat, daar geldt geen Jood of Heiden, of Jood of Griek. Daar horen we allemaal bij. Hij is in dat opzicht, heeft dat koningschap aanvaard. Het is ook heel wonderlijk, bijvoorbeeld, dat in Handelingen 15 kun je lezen dat als de kerk vergadert in Jeruzalem over hoe moet het nu met de heidenen die tot geloof gekomen zijn, moeten die ook besneden worden en hoe moet dat verder met hen, dat in die context van die discussie, Jacobus, de broer van Jezus, dat hij op een gegeven moment verwijst ook naar de profeet Amos. En die zegt eigenlijk van wat we nu zien gebeuren, dat inderdaad de vervallen hut van David weer opgericht wordt. Met andere woorden, hij bedoelt daarmee, zo bedoelde Amos dat, dat het koningschap van David eigenlijk weer hersteld is. Maar dat is dus een geestelijk koningschap wat eigenlijk dan ook dus kennelijk die heidenen omvat, want zo maakt Jacobus die toepassing. Want hij zegt, wat we nu zien gebeuren, dat ook de heidenen tot geloof komen, is eigenlijk nu dat door Jezus dat koningschap van David weer hersteld is. Alleen dan natuurlijk op een andere manier dan een aartskoninkrijk. Dus Jezus is koning, heeft zijn koningschap gevestigd met zijn lijden en sterven aan het kruis. En dat koningschap mogen wij ook aanvaarden voor alle die in hem geloven. Dank u wel. Jurgen, die stand.
Terwijl jullie een vraag bedenken, heb ik een vraag. Ik had een discussie met een broeder. Een hele fijne broeder overigens. Maar die gelooft in dat de aarde plat is. Het is misschien een complexe vraag, maar er is een groeiende community op het internet die daadwerkelijk geloven dat de aarde plat is. Er zijn ook wat celebrities die geloven dat de aarde plat is. Dus ik heb wat documentaires ontvangen van die broeder. Ja, over de aarde, waar het wetenschappers die zeg maar metingen hebben gedaan, wat dan eigenlijk niet zou kunnen, hè, als de aarde rond is, met allerlei bewijzen en dergelijke zaken, zeg maar. Hoe denkt u daarover? God is de schepper van deze wereld. Hij heeft mensen geschapen met ogen om te kunnen zien. En omdat die door God geschapen zijn, is dat gezichtsvermogen ook betrouwbaar. En ik geloof dat als er dus ruimtevaarders zijn geweest die om de aarde hebben gecirkeld, dat die met de door God gegeven ogen naar de wereld hebben gekeken, die hebben volgens mij vrij duidelijk gezien dat de aarde een bolletje is en dat die dus niet plat is. En ik denk dus dat we dat moeten aanvaarden en verder, uiteraard vind je in de Bijbel natuurlijk soms uitdrukkingen die natuurlijk laten zien dat de mensen in die tijd natuurlijk niet beter wisten en dat die een ander wereldbeeld hadden, dat de aarde plat was. En de Bijbel die vermeldt dat gewoon, die spreekt gewoon ook in de taal van die tijd. Nou, wij weten inmiddels natuurlijk dat de aarde niet plat is en dat de aarde rond is en dat de aarde om de zon draait en al dat soort dingen. En dat mogen we gewoon als Gods schepping zien en aanvaarden. En ik denk dus dat er op internet natuurlijk heel veel onzin rondgaat, inclusief het verhaal dat de aarde toch nog wel plat zou zijn. Ja, dankjewel. Het viel mij trouwens op dat als je de foto's laat zien van NASA, dan denk je, nee, dat is de grote boze overheid, dat is CGI, Computer Generated Images, hè. Dat zijn nepfoto's. En cameralens, als zou je iemand, volgens mij Justin Peters zei dat, als zou je ze met een raket naar de ruimte sturen, dan zullen ze nog steeds zeggen de aarde is plat. Dus, ik vond het wel bijzonder dat het toch onder de christenen, ook zelfs gewoon heel zou bijna kunnen zeggen bijbelgetrouw christenen, dat dit toch zodanig invloed heeft. Maar ik denk inderdaad, een wat letterlijke lezing van de Bijbel, zonder zeg maar rekening te houden met de figuratieve taalgebruik. Dus Volgende persoon die een vraag heeft. Jurgen? In de tussentijd, als je vragen hebt, kom gerust, hè? Jurgen, naar je stil. Broeder Kees, ik heb een vraag. Ik merk dat er vaak gebeden wordt over de geestelijke wapenrusting. Ze doen eigenlijk men doet met het gebed de geestelijke wapenrusting aan. Voeten geschoeid met het evangelie, om God met de waarheid, helm des geloofs, denk ik, en ga zo maar door. Wat bedoelt Paulus eigenlijk met het aandoen van de geestelijke wapenrusting van God? En in hoeverre of hoe zou de christen moeten strijden tegen overheden en macht? Ja, daar kan een heel lang antwoord natuurlijk. Daar zou je heel veel over kunnen zeggen. Het zou mooi zijn om daar een serie preek over te houden. Maar goed, laat ik kijken. Ik denk dat Paulus ons hier oproept om de geestelijke wapenrusting aan te doen. Met andere woorden, om de middelen te gebruiken ook, hè, die wij in het evangelie gekregen hebben. Hè, en die we ook mogen gebruiken. Hè, denk eventjes aan het schild van het geloof, hè, wat we op mogen heffen. Wat de vurige pijlen van de boze zal uitblussen. Hè, om dat voorbeeld even te nemen. Kijk, dat is een hele relevante. Daar
dat mogen wij zelf gebruiken. Wij mogen zelf zien hoe dat werkt. Als wij bestookt worden met gedachten van die uiteindelijk van de boze afkomstig zijn, dat kan dus ook allerlei leringen zijn of allerlei opvattingen die ons via de media of via internet bestookt worden. Maar het kan soms ook heel persoonlijk zijn in termen van persoonlijke strijd die mensen hebben. Gedachten die bij je opkomen die eigenlijk niet van God zijn en die ook je geloof proberen onderuit te halen. Gedachten ook. Er zijn mensen die worden soms ook echt geplaagd door gedachten ook, waarvan ze weten, die zijn eigenlijk niet goed. Maar dat zijn eigenlijk, valt allemaal een beetje ook onder de pijlen van de boze. En dan zegt Paulus ook, de remedie daartegen is om het schild van het geloof op te heffen. Om echt je aandacht, je oog te vestigen op Christus, die de macht heeft overwonnen. Die onze straf heeft gedragen, die alles voor ons volbracht heeft. En dan moet je eigenlijk, dat betekent ook, dat je dan dus eigenlijk geen aandacht meer geeft ook aan de boze. Blijf ook niet zitten wroeten ook in wat de boze allemaal zou kunnen doen. Maar vul je gedachten ook vooral met Christus en met zijn evangelie. Dat is de boodschap die Paulus daarin ook geeft. Nou, dat is een voorbeeld en zo kun je dat uitbreiden ook naar al die onderdelen van de geestelijke wapenrusting. In het algemeen kun je zeggen, het is natuurlijk iets wat wij aangeraden wordt om dat te doen. Tegelijkertijd is het ook goed om dat natuurlijk allemaal bidden te doen. Omdat uiteindelijk ook het gebed natuurlijk altijd nodig is. Maar we hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Dus die twee dingen sluiten elkaar helemaal niet uit. Die sluiten elkaar juist in. Dat juist dan werkt dat op deze manier. Zo kun je dat op allerlei manieren aantonen. Dus dat is inderdaad eigenlijk heel mooi om te zien hoe Paulus dat beschrijft. En hoe hij daarmee ook een krachtige en effectieve remedie geeft. Ook voor onze de strijd die we hebben met in een wereld die in het boze ligt. Dank u wel. Wil je nog aanvullen? Oh, Tessa. Hoe heet jij? Ik ben Tessa. Ik had een vraag. De Joden hadden het Loofhuttenfeest en zo. En waarom had Nederland dat bijvoorbeeld niet? En alleen de Joden? Waarom vieren wij het Loofhuttenfeest niet meer? Dus ze vroeg, als ik het goed heb, corrigeer me als ik iets vergeet, maar dat het Loofhuttenfeest werd gevierd door de Joden. Maar waarom vieren wij als Nederlanders hier in Nederland het Loofhuttenfeest niet? Hoe komt dat? Wij vieren het feest natuurlijk van de geboorte van Jezus met kerst. We vieren het lijden en sterven van Christus ook met Goede Vrijdag en Pasen. En het Pinksterfeest is natuurlijk in dat opzicht een vervulling van ook het Pinksterfeest in het Oude Testament. Ik heb over deze vraag niet heel diep nagedacht. Dus het is een beetje een voorlopig antwoord wat ik een beetje al improviserend even geef. Ik denk eigenlijk dat het Loofhuttenfeest gegeven werd. Om natuurlijk te denken aan de uittocht uit Egypte en te beseffen opnieuw van waar zijn we uit verlost. Daarom gingen de Israëlieten denk ik in hutjes wonen in de tuin, om het zo maar even te zeggen. En je ziet ook dat in het Nieuwe Testament wordt er op een gegeven moment natuurlijk ook een link gelegd richting het Pinksterfeest. Jezus, dan moet je eigenlijk gaan naar Johannes 7. Dan spreekt Jezus ook op het Loofhuttenfeest. Op het Loofhuttenfeest was het op een gegeven moment ook gebruikelijk geworden dat de priesters water van de bron Siloam namen
en dat naar de tempel droegen en op het altaar uitgooiden. En Jezus die zegt dan, wat ik beloof is dat uiteindelijk jullie de geest zullen ontvangen, hè, die in je zal worden als een waterbron die opspringt, hè, tot in het eeuwige leven. Hè, dus dat ziet dan ook eigenlijk uit ook naar de Pinksterdag. En ik denk eigenlijk dat in die zin ook het loofhuttefeest vervuld is, ook in die zin met de Pinksterdag en met onze redding en verlossing die wij in Christus hebben ontvangen. En ja, ik denk dat wij dagelijks eigenlijk ook terugkijken op onze verlossing en in die zin ook dat mogen vieren. Je kunt ook zeggen dat het feit dat we ook ons onthouden ook van allerlei dingen. Dus kijk, wat er natuurlijk gebeurde bij het loofhuttefeest, dat mensen gingen tijdelijk in een hutje wonen onder eigenlijk wat moeilijke omstandigheden om juist weer te beseffen van waar zijn we uit verlost uit Egypte. En ik denk dat wij ook als christen in ons leven ook in die zin ook een gematigd leven leiden. Hè, ook niet in luxe en dergelijke. Maar niet aan luxe hangen, aan materialisme, maar dat we juist ook beseffen, iedere dag opnieuw, hè, waar wij van verlost zijn. En dat we daar ook in die zin dankbaar voor zijn. Hè, en in die zin denk ik dat we dat loofhuttefeest dan op die manier vervullen. Maar ik denk dat we vooral ook moeten zien altijd, en dat geldt voor alle feesten, we moeten eigenlijk kijken naar de vervulling in Christus. Dat moet voor ons centraal staan. Hè, wij in die zin, daarom is het ook niet nodig en niet gewenst meer, dat zie je in het Nieuwe Testament heel duidelijk, dat die oud-testamentische wetten en voorschriften nog worden opgevolgd. Hè, daarom is het niet nodig meer, zeker niet voor ons als heidenen, dat wij besneden worden, althans de mannen, de jongetjes. Daarom houden wij ook de Joodse spijswetten niet meer. Hè, want Jezus heeft ook duidelijk gezegd, in Marcus 7 op een gegeven moment, van hè, hij verklaarde alle spijzen rein. Dus het volhouden van al die oud-testamentische gebruiken, dat is eigenlijk niet langer meer nodig, omdat wij de vervulling hebben in Christus. Dat is de sleutel tot al die dingen. We moeten altijd kijken naar hoe heeft Christus die dingen vervuld. En dan mogen we dat vieren, en dat doen we eigenlijk iedere dag. En daarmee zijn eigenlijk al die oud-testamentische gebruiken zijn voor ons niet relevant meer. En die zullen ook niet meer hersteld worden. Daarom heb ik van de week ook uitdrukkelijk laten zien vanuit de Bijbel ook, dat ook bijvoorbeeld de gedachte aan het weer opnieuw instellen van een offerdienst met dieren en dergelijke, dat eigenlijk een hele totaal onbijbelse gedachte is. Het is zelfs naar mijn idee een blasfemische gedachte ook in de richting van de vervulling wat Christus gedaan heeft. Dus wij moeten in dat opzicht, denk ik, ons houden vooral aan de dingen die we zien en ontvangen hebben in de vervulling van Christus. Dus als ik het kort mag samenvatten. Die loofhuttefeest is dus vervuld in Jezus. Het is een vervuld in Jezus en het is dus bedoeld voor de Joden. En daarom wordt het niet in Nederland gevierd. Misschien een korte samenvatting van wat u heeft gezegd. Ja, nee, ik weet het. Ik ga het in een preekmodus misschien. Nee. Ik zie een volgende persoon. Yes, Nathan. Ja, ik vroeg me af waar in de Bijbel staat dat Jezus Christus, toen hij is gestorven aan het kruis, nedergedaald is te helle. En ja, dat idee, wat heeft hij daar gedaan? Dat is de vraag. Ook dat is een vraag waaronder christenen soms veel discussie over is. Het woord nedergedaald ter helle komt eigenlijk uit een bepaalde versie ook van de apostolische geloofsbelijdenis. Het is de vraag wat er altijd ook ingezeten heeft. Er wordt in dit verband ook verwezen natuurlijk naar die hele moeilijke tekst uit 1 Petrus 3. Hoe het ook zij, laat ik proberen een kort antwoord erop te geven. Ik denk dat Jezus ook met zijn lijden en sterven inderdaad, hè, de machten ook van de hel ontwapend heeft, hè, met zijn dood. Ik denk dat dat vooral belangrijk is dat Jezus eigenlijk
ja, de, ik zou bijna zeggen, de diepte van de hel, wat eigenlijk de ultieme afwezigheid van God betekent, heeft hij ook ervaren aan het kruis. Hè. Daarom zegt hij ook, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hè, dat was voor Jezus eigenlijk, zou bijna zeggen, de ervaring van wat de hel in feite betekent. Ik denk dat Jezus dat zo ervaren heeft. En ik denk dat we vooral daarop moeten letten. En wij moeten niet speculeren, ook in die zin over de hel, als een bepaalde, ja, laten we zeggen, geografische plek waar Jezus dan geweest is. Ik denk dat dat eigenlijk, daar kunnen we niks over zeggen. Ik denk dat het wat speculeren is ook om te zeggen, ja, waar was Jezus tijdens zijn begrafenis of tijdens de tijd dat hij begraven was. Daar weten we eigenlijk verder niks van. Ik denk dat op dit gebied er ook veel speculatie plaatsvindt. Ik denk dat we ons vooral moeten houden aan wat het woord eigenlijk positief ons vermeldt. En dan denk ik dat het vooral gaat om het feit dat hij door God verlaten is geweest. Dat hij dat ervaren heeft ook aan het kruis en in zijn dood. En dat hij zo de machten heeft ontwapend. En dat heeft hij ook kenbaar gemaakt. En de Satan, op enige wijze zal die dat zeker geweten hebben. Ja, dank u wel. Hallo. Om in te gaan, nog even verder, dieper in te gaan op de vraag van Tessa. In Zacharia 14, vers 16 tot en met 18 staat dat er geprofiteerd dat een tijd gaat komen. Dat de overgebleven heidenen, die moeten dan optrekken naar Jeruzalem om het loofhuttenfeest te vieren. En als ze dat niet doen, dan krijgen ze geen regen. Hoe ziet u dat dan? Ik moet zeggen dat ik die teksten ook uit Zacharia niet zo diepgaand ooit bestudeerd heb. Dus ik moet daar ook wat dat betreft even voorzichtig zijn. Ik denk zelfs dat ook daar eigenlijk mijn vermoeden is eigenlijk dat daar in symbolische termen natuurlijk ook over dingen gesproken wordt die in het Nieuwe Testament vervuld zijn door Christus. En dat wordt vaak dan gegoten ook in de termen die de mensen in die tijd konden begrijpen. Hè, dat is dezelfde manier ook als bijvoorbeeld dat visioen wat Ezechiël krijgt in Ezechiël 40 tot 48. Ja, dat is natuurlijk helemaal gegoten in termen van tempel en priesterschap en al dat soort dingen. Maar het gaat eigenlijk om ten diepste om realiteiten die in het Nieuwe Testament vervuld zijn. Maar niet, het is eigenlijk in termen van de priesterdienst gegoten, maar het heeft eigenlijk een geestelijke vervulling. Een vervulling eigenlijk in het Nieuwe Testament. En ik denk ook dat het feit dat de heidenen naar Jeruzalem ook optrekken, betekent eigenlijk dat de heidenen ook zullen zich uiteindelijk naar Christus begeven. Het is een profetie die volgens mij erop slaat dat de heidenen ook uiteindelijk tot Christus zullen komen. In die zin moet je ook zien dat ook het woord Jeruzalem natuurlijk ook in het Nieuwe Testament een heel andere soort van betekenis gaat krijgen. Jeruzalem is dan eigenlijk ook soms ook niet meer een stad, maar gaat eigenlijk over de totale volk van God, van gelovigen uit het Oude en Nieuwe Testament. Ik denk ook even aan het stukje uit Openbaring 21, waarin de engel aan Johannes zegt van, ik zal u de bruid tonen, de bruid van het lam. En wat ziet Johannes dan? Dan denk je, nou, dan gaat Johannes dus een bruid zien, maar dan ziet hij eigenlijk een stad die neerdaalt. Het Nieuwe Jeruzalem wordt dat genoemd. Maar dat betekent dus dat het Nieuwe Jeruzalem is de bruid. Dat is dus niet een letterlijke stad, nee, dat zijn de mensen, dat zijn de totale volk van God. En zo denk ik ook dat heidenen zullen zich ook toevoegen aan Christus en aan zijn gemeente. En ik denk dat dat is wat Zacharia dus ook op een gegeven moment bedoelt. Alleen dat is dus gegoten in termen van de oud-testamentische eredienst eigenlijk. Maar iets dergelijks vind je dus ook op meer plaatsen in het Oude Testament. Maar heeft uiteindelijk een nieuw-testamentische vervulling. Nou, dan heb ik. Ik vond een hele
onderwijsvraag van Tessa. Ze is 8 jaar oud. En ook een heel duidelijk antwoord van u. Nu weet ik van veel oudere christenen dat ze erg neigen, en dat groeit steeds meer, Messiasbeleiden, Joodse gemeenten. Met betrekking tot de rituelen die ze willen volgen, alle feesten, de Bijbelse feesten. En ook de bewogenheid terecht aangaande de situatie in Israël. En ook de liefde voor de Joden, die wij ook voor alle mensen mogen hebben. Hoe ziet u dit en hoe kunnen we daarmee omgaan? Ja, kijk, ik vind zelf dat, ik heb heel veel begrip ook voor het feit dat Joden die tot geloof komen, dat die dus ook hun, laten we zeggen, Joodse achtergrond ook blijven vasthouden. Dus ook Joden die nu tot geloof in Christus komen, zie je vaak dat die vast blijven houden aan de gewoonte van besnijdenis en het houden van de Sabbat en dergelijke. Ik heb ook een goede kennis die ook Jood is en die dat ook op die manier, die echt overtuigd christen is, die ook lid is van een gemeente zoals deze hier, een soortgelijke gemeente, maar die ook zegt van ja, persoonlijk zie ik dat als ook onderdeel van mijn nationale identiteit. En die blijven dat gewoon doen. En dat is ook heel, dat vind ik heel begrijpelijk. Persoonlijk heb ik het idee dat, laten we zeggen, gelovigen uit de heidenen, zoals ik al zei, die zijn op geen enkele manier verplicht om die wetten en rituelen te gaan volgen. Dat is duidelijk als je Handelingen 15 leest en ook de rest van het Nieuwe Testament, is gewoon heel duidelijk dat christenen uit de heidenen daar niet toe verplicht zijn. Kijk, als een christen zegt, ja, ik wil het wel eens een keertje doen om op die manier de Sabbat te vieren. Nou ja, kijk, ik denk niet dat daar iets op tegen is. Maar ik denk niet dat je dat eigenlijk als wet moet gaan opleggen. Ik ben wat dat betreft heel erg bang voor een bepaalde vorm van wetticisme. Die eigenlijk betekent dat je de klok van de heilsgeschiedenis terug gaat draaien. Ik denk dat dat eigenlijk een verkeerde benadering is. Dus wat dat betreft vind ik dat christenen bijvoorbeeld echt de Sabbat niet hoeven te houden op de manier zoals de Joden dat doen. Als ze dat een keer willen doen, en nou ja, prima, ik zie daar gewoon geen probleem in om dat eens mee te maken. Ook om eens een keertje een Joods paasfeest mee te maken, om eens te zien hoe dat gaat, dat is op zich helemaal niet verkeerd. Dus alle respect, maar ga niet vertellen dat je het echt zo moet doen. En dat je dat als christenen moet gaan doen. Ik denk dat dat eigenlijk dan, dat gaat in tegen de hele boodschap van het Nieuwe Testament. Is dat helder of is dat, of wou je nog een vervolgvraag stellen? Ja. Oh ja. Ik denk dat dit duidelijk wordt in het boek Galaten, waar Paulus duidelijk zegt dat degene die dit aan een kerk leert of aan gelovigen leert, vervloekt is. En de hel, uiteindelijk naar de hel gaat als ze zich niet bekeren. Maar ik denk dat het gevaar ook zit in het overgeven of het doorgeven van een bepaalde valse boodschap aan een andere generatie. We moeten vooral ook nadenken dat we een boodschap hebben van het evangelie die zuiver doorgegeven moet worden aan een bepaalde generatie. Aan onze volgende generatie, aan onze kinderen en onze kleinkinderen. En op het moment dat we bepaalde dingen waarvan wij denken dat ze niet eens zo kwalijk zijn, hè, om bijvoorbeeld een Sabbat een keer te vieren, dan halen we wel iets in huis wat in de volgende generatie een hele andere interpretatie kan geven of kan brengen. En dat is best wel gevaarlijk. Hè. We hebben het ook bijvoorbeeld gezien bij de slang in de woestijn, die uiteindelijk later aanbeden werd. En zo zijn er nog een paar gevallen in de Bijbel waarbij we zien dat datgene wat in het begin toch als goed geacht werd, uiteindelijk verafgood werd. En dat zie je ook natuurlijk als we bepaalde dingen moeten doen, waardoor we niet meer het zicht op Christus kwijtraken. Dus ik zou er heel voorzichtig mee zijn. Niet zozeer voor ons als generatie. Wij begrijpen het wel. Maar als we deze dingen implementeren in de kerk en in ons huis, dan zal het zijn dat onze kinderen en kleinkinderen daar een hele andere invulling aan kunnen geven. Dus liever niet. Liever helemaal niet. Ja. Misschien nog een tekst die dat ook heel kort weergeeft natuurlijk. Kijk, voor deze zaken is het ongelooflijk belangrijk om regelmatig ook de brief aan de Hebreeën te lezen.
Want daar wordt inderdaad echt grondig met dit soort dingen worden besproken. Kijk, en daar wordt ook duidelijk aangetoond natuurlijk dat onze Heer Jezus Christus in dat opzicht ook de vervulling is van alles wat in het Oude Testament staat. En daarmee ook het nieuwe verbond heeft ingesteld. Het nieuwe verbond. Tot twee keer toe in de Hebreeënbrief wordt ook die tekst uit Jeremia 31 wordt geciteerd. En op een gegeven moment wordt ook duidelijk gemaakt dat onze Heer Jezus Christus is zoveel meer dan de engelen, dan Mozes, dan Jozua. En ook heel anders en veel meer dan Aaron, dan het priesterschap van Aaron. En hij is een priester in de ordening van Melchizedek. En dan wordt op een gegeven moment in Hebreeën 7 vers 12 gezegd, als het priesterschap verandert, en dat is dus veranderd, namelijk van een Aaronitisch priesterschap naar de werkelijke hoge priester Jezus in de orde van Melchizedek, dan vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Dat betekent dus, er is een verandering van de wet. De wet van Mozes, met al die rituelen en instellingen, die heeft echt afgedaan. Die is er niet meer. En er is een verandering van wet, is er opgetreden. En dat is wat er voor ons als christenen en gelovigen in Christus geldt. Wil jij eerst of wat? Ik heb een interessante vraag. Omdat u bent de baptistenman, denk ik. Of niet? Van Nederland. Maar goed, ik denk dat de meeste mensen u al zien als de baptistentheoloog van Nederland. Dus ik heb een vraag over de doop. Als baptist geloofde natuurlijk in volledige onderdompeling. En de sleutel Griekse woord is de baptizo. Wat geïnterpreteerd wordt als onderdompeling. En er wordt ook een illustratie met Christus, die ook begraven is, zeg maar, gebruikt. Maar mijn vraag is, betekent baptizo altijd onderdompeling? Dat is de eerste vraag. En de vervolgvraag is, dat als wij de doop zien bij gereformeerde kerken bijvoorbeeld, maar ook katholiek of bij orthodoxe christen, dan bedoel ik Oosters-Orthodox, dan is dat besprenkeling. Nou, ik vind het wel interessant, want als je de symboliek gebruikt van het Oude Testament, we zei net van de priester die brengt water, die gooit het over, dan zie je dat iets van boven naar beneden komt, besprenkeling. En dus daar zit ook een theologie achter, ook het feit dat de Heilige Geest naar ons toe komt. Dus baptizo, immersion, wat de baptisten doen, is het object, de mens, die gaat naar het water toe. Maar onze reformatorische broeders, en zeg maar, die zullen zeggen, nee, maar in de Bijbel zie je dat het naar ons toe komt, besprenkeling. Dus mijn vraag is baptizo, betekent dat echt onderdompeling? Volgens mij het Griekse woord baptizo betekent echt wel, het heeft een wat bredere betekenis, maar het betekent wel echt onderrompeling. Dat is wat het betekent. Dat is ook de reden dat ik zelf ook zeg van, ja, als we iemand dopen, dan doen we dat door onderrompeling. Ik zie geen enkele reden om dat anders te doen. Dus dat is het gewoon. Het is heel simpel. Maar daar moeten we wel even een paar dingen bij zeggen. Allereerst, in het gesprek met onze reformatorische broeders. Kijk, ik ben zelf ook in dat opzicht reformatorisch of reformed. Voor mij is de gereformeerde leer is me van harte lief. En zeg ik van, ook als wij iemand op geloof dopen, als geloofsdoop, en die doen we dat door onderrompeling, dan wordt ons vaak door kinderdopers verweten dat wij dus niet reformatorisch zijn, want dan zou het een menselijke beslissing zijn om je als gelovige te laten dopen. En dan gaat het voorbij aan het feit dat God de eerste is in ons leven met zijn toepassing van ons, van zijn heil. Daar ben ik het dus met dat verwijt, dat verwerp ik. Want ook als gereformeerde baptist zeg ik in de eerste plaats dat als iemand tot geloof is gekomen en hij laat zich door onderrompeling dopen,
dan is dat in de eerste plaats een getuigenis van wat God gedaan heeft in iemands leven. Het is een bevestiging van wat God gedaan heeft geestelijk. En dat wordt zichtbaar gemaakt in de doop. Maar het initiatief ligt helemaal bij God. Dus in die zin heb ik ook een volledig gereformeerde opvatting van de doop. Dus dat in ieder geval ten opzichte van onze gereformeerde broeders kinderdopers. Het tweede is ook, en dat is een praktische vraag die ook wel eens voorkomt, en die zou zomaar eens hier ook wel eens voorgekomen kunnen zijn, dat wat doe je nou als er nou mensen in een, bij de gemeente willen komen, bij een, laten we zeggen, baptistengemeente, die zijn nooit als baby gedoopt, maar die zijn later echt als tot geloof gekomen. En die zijn in een gereformeerde of reformatorische kerk gedoopt, nou, op grond van hun belijdenis. Dus in die zin is dat vergelijkbaar met zoals wij de doop toepassen in onze gemeente, in een baptistengemeente. Maar in die gemeente doen ze dat door middel van besprenkeling. Is die doop dan geldig? Of vinden wij dan, van ja, nee, dat is geen onderrompeling geweest, dat moet dus opnieuw gedaan worden. En er zijn nogal wat baptisten ook, die zeggen eigenlijk, nee, dat is al niet geldig, dat moet opnieuw gedaan worden. Nou, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens, want ik vind dat het in de doop gaat, het uiteindelijk om de kern, de betekenende zaak, om de wezenlijke betekenis. En dat betekent dat iemand eigenlijk zijn geloof belijdt en belijdt dat God in zijn leven gekomen is en dat hij of zij tot geloof gekomen is. En dat laat zien door middel van de doop. En dan is eigenlijk de manier waarop die uitgevoerd wordt om met de hoeveelheid water is naar mijn idee dan toch secundair. He, als je eigenlijk dan zegt van ja, nee, dat wat er gebeurd is en wat mensen vaak heel oprecht hebben ondergaan ook met een bewust, met dankbaarheid aan God dat mensen dan gedoopt zijn in zo'n gereformeerde kerk, maar door besprenkeling en dat ook gezien hebben als de doop, daar is de naam ook van de drie enige God bij uitgesproken. He, dan vind ik het eigenlijk een beetje oneerbiedig om dan te zeggen, nou nee, dan moet de, he, omdat de praktische omstandigheden niet helemaal goed waren, moet het opnieuw gebeuren. Dat vind ik dan eigenlijk een beetje gewrongen. Dan ga je meer belang hechten aan de uiterlijke omstandigheden, aan het middel, dan aan het teken zelf. Maar dat is mijn persoonlijke mening erover. Ik verschil daarover met veel baptistenbroeders. Dus in die zin zullen sommigen zeggen, je bent geen zuivere baptist. Nou ja, dat zei zo. Oké. Ik had nog een andere vraag. Misschien kan ik die straks stellen, als u daar tijd voor heeft natuurlijk. Maar een vervolgvraag hierop. Ik hoor dat u zegt eigenlijk dat als de naam van de drie enige God is uitgesproken, ondanks dat het niet baptismo is, maar sprenkeling, dan zou u die doop als geldig achten. Maar hoe zit het dan met een kind waarbij er besprenkeling heeft plaatsgevonden, maar wel de naam van de drie enige God is uitgesproken? Is dat dan ook geldig? Moet zo een kind zich dan volgens u laten overdopen? Of is dat, is dat gewoon geldig zoals u dat, geldt die regel nog steeds? Nee, daar geldt wat anders, want nogmaals, dan moet je weer teruggaan naar het essentiële teken van waar gaat het nou werkelijk om in de doop? Dat is dat je in de doop belijdt dat je met Christus gestorven bent en opgestaan bent. Kijk, en dat is wat een kind niet kan zeggen. Dat is waar het verschil optreedt. Dus ik zie eigenlijk de besprenkeling van een klein kind, een baby, zie ik dus niet als een geldige doop, want het is namelijk helemaal de doop niet. Het is de betekenis, het heeft een heel andere betekenis. He, de betekenis die eraan gegeven wordt is heel anders. Op zich is dat ook op zich wel een mooie betekenis. Ik zou niet eens willen zeggen dat dat niet waar is, maar het is de doop niet. He, dus ik zie dat gewoon niet als dopen. Dat is dan het antwoord. Dus vandaar dat ik zeg, ik noem dan ook het dopen van gelovigen op basis van geloof, van mensen die ook als baby besprenkeld zijn, noem ik dus ook nooit een overdoop, want er wordt niet opnieuw iets gedaan. Het is de doop. Dank u wel. Maar het is een discussie waard, denk ik. Misschien staat het open voor een debat. Vriendelijk debat tussen kinderdoop en volwassen doop.
En als jullie dat ook willen, misschien dat we dat een keer kunnen doen. Ja. Oké, mijn vraag is misschien niet heel duidelijk, maar de Joden zijn natuurlijk verspreid over de wereld gegaan. Naar alle kruistochten en al, hoe noemen ze dat, ze achtervolgd werden en zo. Nu bijvoorbeeld, er zijn ook heel veel Joden in Wit-Rusland, Rusland, Polen, die hier naartoe komen en wellicht weten ze niet dat ze Jood zijn. Want als ze nu erachter komen, hè, ze zijn christen geworden, maar ze komen er ook achter dat ze Joods bloed hebben. In hoeverre is het dan echt noodzakelijk om, ja, noodzakelijk. Ik weet dat je in Jezus hoef je niet gebonden te zijn aan bepaalde wetten en al, maar in hoeverre, ja, wordt dat wel bemoedigd of, ik weet niet, misschien... Ja, ik snap dit soort vragen wel een beetje. Kijk, de situatie natuurlijk van Joden is natuurlijk eigenlijk wel gecompliceerd. In de zin dat de Joden inderdaad, hè, vanaf het jaar 70 en ook na de opstand in 135 na Christus, zijn natuurlijk over de hele wereld verspreid. Dat is natuurlijk op zich, heeft het heel lastig gemaakt. Het betekent ook dat... Natuurlijk, het blijkt ook moeilijk, af en toe is het is af en toe moeilijk om vast te stellen van wanneer is iemand nog echt Jood, ja of nee. Zelfs ook, als ik het goed begrepen heb, in Israël zelf, hè, de orthodoxe rabbijnen, die hebben daar ook soms discussie over, van ja, wie zijn er nou nog echt Joden, ja of nee. Hè? Op een gegeven moment is er een groep in Ethiopië ontdekt, die claimden dat ze Joden zijn, maar ja, daar was een hele discussie over. Ja, zijn ze dat nou wel echt, ja of nee? Dat is moeilijk vast te stellen. Dat zijn gewoon hele lastige dingen. Zo is het ook bijvoorbeeld duidelijk dat van de Joden weet op dit moment ook heel weinig of niemand meer bij welke stam die hoort. Het is heel fascinerend. Natuurlijk, zelfs in het Nieuwe Testament is dat al duidelijk. Paulus wist nog dat hij van de stam van Benjamin was. Er wordt ook wel eens gezegd dat die 10 stammenrijk dat die helemaal verloren zijn gegaan. Maar er is in het Nieuwe Testament nog één voorbeeld van iemand die nog wist dat hij uit de stam van Azer kwam. En die in Jeruzalem woonde en teruggekomen was. Dat is Hanna. In Lucas 2 kun je erover lezen. Dus er waren wel mensen die het nog wisten, maar heel veel mensen wisten het niet meer. Dus ja, dan is het lastig. Kijk, als mensen nu, bijvoorbeeld in Rusland of waar dan ook, erachter komen dat ze Joden zijn, ja, dan is dat de vraag wat ze daarmee doen. Het belangrijkste is voor ons, vanuit ons perspectief, is natuurlijk als ze christenen worden, wat dan? Nou ja, dan hoeven ze zich natuurlijk niet aan de Joodse wetten te houden. Kijk, als ze tot de overtuiging komen van ik ben Jood en ik wil me met die nationale identiteit identificeren, hè, dan zou dat dus kunnen. Maar de vraag is of het belangrijk is, want ik heb het gevoel dat Paulus ook zegt, wat van primair belang is, dat we in Christus zijn. He, want in Christus is niet Jood of Griek van belang, he, maar of je man of vrouw bent, of Jood of Griek, of barbaar of weet ik wat, maar dat je in Christus bent, want die in Christus is een nieuwe schepping. Dus ik verwacht ook, en dat zou mijn advies ook zijn aan alle mensen die tot geloof komen en die worstelen met de vraag of ze al of niet Jood zijn, zou ik zeggen, ja, joh, je hebt het allerbelangrijkste wat je hebt, je hoort bij Christus, wat wil je nog meer? He, en tuurlijk, als je daar verder uit interesse in je etnische achtergrond wil spitten, nou ja, oké, okay, maar wees vooral ervan overtuigd dat het allerbelangrijkste is dat je in Christus bent. Want dat is verreweg het allerbelangrijkste. Dat is het enige wat uiteindelijk werkelijk gaat tellen. Dus daar zou ik dan alle aandacht op vestigen. Opnieuw, dat geldt in heel veel van deze dingen, stel Christus centraal. Zijn er nog mensen met vragen? Dan gaan we zo... eindigen. Misschien nog een paar? Ga maar dan. Ja. Ja, ik wil gewoon eventjes bijvoegen op de vraag van mijn dochter. Misschien zij bedoelde dat wij, niet wij, maar Joden, moeten feesten respecteren, nog steeds vieren. Maar ik heb heel goede uitleg op een Bijbelstudie gehoord over alle Joodse feesten. Volgens mij zij zijn 5 per jaar en zij zijn helemaal vervuld bij avondmaaltijd. Pasenfeest, dus
zij hebben lammetje gegeten. Wij eten symbolisch natuurlijk het lichaam en wij drinken bloed van Jezus. Dus dat is onze lam. Dat is Pasenfeest. Zit erin. Feest van loofhut, zeg maar, hut, loof, zit altijd als wij bedanken God voor zijn redding, dat wij door zijn bloed gewassen, wij zijn vrij van Egypte, van zonde van Egypte. Ja, nog welke feesten kan jij dan noemen ook? Hanukkahfeest, geest van licht, zit ook erin. Jezus is onze licht. En dat alle feesten waren genoemd, een heel mooie orde, misschien kan ik niet alles herinneren, nee. Maar alles, alle feesten zijn accompleerd in de avondmaaltijd te eten. En bovendien, natuurlijk, wij zijn Jood en Griek en barbaar en vrouw, man, alles één. En Jezus Christus, en dat is boven alles. En de feesten van vroeger zijn schaduw van onze feest dat wij iedere keer bij maaltijd, avondmaaltijd vieren. Alle deze feesten samen. Dat wil ik gewoon bijvoegen. Ja. Ja. Nou, ik heb nog één vraag, broeder. Ik las volgens mij in het boek van Judas, dat Judas het had over het boek Henoch, als ik het me goed herinner. De Henoch van Adam of de zevende stond er. Het kan ook een ander boek zijn, maar volgens mij was het Judas. En ik hoor ook in christelijk Nederland dat het toch heel vaak gaat om het boek van Henoch, waarbij er uiteindelijk Nephilims en dat soort zaken aan de orde komen. Is het boek van Henoch betrouwbaar en hoort het eigenlijk tot de geschriften, of zouden we dat moeten verwerpen? Op welke manier zouden we hiernaar moeten kijken? Omdat Paulus het, of Judas, Judas haalt dat ook aan. En Paulus volgens mij ook ergens. Ja, wat we zien in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dat Judas, die verwijst op een gegeven moment naar het boek van Henoch. Dat klopt inderdaad, dat doet hij. Voor zover ik het kan zien. Nou, wat zegt dat? Ja, op zich, wat dat zegt is dat dat op dat moment voor Judas een bruikbaar iets is om te noemen. In die zin is, als we geloven dat de brief van Judas ook door de Heilige Geest geleid is, en Judas door de Heilige Geest geleid is om dat zo op te schrijven, dan is dat op zichzelf juist. Dat wil niet zeggen dat het boek van Henoch zelf ook geïnspireerd is en door de Heilige Geest geleid is. Dat niet. He, want dat kun je niet zeggen. Dus voor ons is dat boek Henoch, hoort niet tot de schriften, hoort niet tot het Nieuwe Testament, hoort niet tot, of het Oude Testament, of hoe je het maar zien wil. Ja, in dat opzicht kun je ook zelfs zeggen van, Oké, Judas die citeert dan nog een boek wat eigenlijk een Joodse achtergrond heeft, namelijk het boek van Henoch. En Paulus die citeert op een gegeven moment in Handelingen 17, in zijn toespraak tot de mensen in Athene, citeert hij zelfs heidense filosofen en poëten. Dat waren zeker mensen die natuurlijk ook niet door de geest van God geleid waren, maar die hebben op dat moment wel iets gezegd wat op zich waardevol is en wat Paulus gebruikt. He, en dat op zichzelf, het gebruik van zo'n inzicht wat weliswaar dan door een heiden is opgeschreven, maar wat op zich juist is, dat op zich dat feit is door de Heilige Geest gebruikt om Paulus dat te laten zeggen en te laten gebruiken en door Lucas op te laten schrijven. Dus dat kan weer wel. Maar dat wil niet zeggen dat die heidense poëten natuurlijk in dat opzicht door God geïnspireerd waren. Dank u wel. Hartelijk bedankt. Dan zullen we nu eindigen. Vader, dank u wel. En ik wil u vragen dat u door uw Heilige Geest ook gaat doorwerken, Heer, als de naprediker. Zodat we u ook door dit soort sessies beter gaan leren kennen. Amen.